Een van harte goedemorgen, kijkers en luisteraars. Het is een nieuwe aflevering van Manting Taki vandaag op woensdag 8 november 2017. Mijn naam is Randy Kromedi-Harjo en ik ben uw presentator. Ik hoop dat u allen een goede nachtrust heeft gehad om vandaag dus weer met frisse moed te beginnen. De onderwerpen die wij vandaag zullen behandelen. 1. Wij praten over duurzame energieopwekking in Suriname. Vervolgens hebben wij ook te gast de heer McAndrew, die gaat praten over de conference die eergisteren en gisteren georganiseerd is door de VSB en haar partners. En als laatste onderwerp in Manting Taki praten we over duurzame training of training in duurzame kippenteelt in Suriname. Mijn eerste gast voor vandaag, de heer Peter Donk. Welkom, goedemorgen. Goedemorgen, dank u wel. Hoe gaat het met jou? Prima. Ja? Hoe was het verkeer op weg naar de STVS? Viel het mee? Viel mee, een beetje druk, maar het viel wel mee. Ja. Oké, intussen zijn we dus daaraan ook gewend. Ja. Beste kijkers en luisteraars, we hebben Peter Donk in ons programma Manting Taki om te praten over duurzame energieopwekking. In augustus 2013 werd Peter Donk door een DNA-lid uit Nikeri genoemd als de tweede Anthony Nesty. En natuurlijk zijn we ook benieuwd waarom. In 2013 werd Peter Donk afgevaardigd door het kabinet van de president van Suriname om een wereldconferentie bij te wonen met als topic hydrokracht belangrijk voor toekomst energie sector. Peter Donk, zeg ik het goed? Dat klopt. Het was een belangrijke conferentie die we hebben bijgewoond. Ja? Ik heb de Suriname mogen vertegenwoordigen. Ik moet zeggen, die conferentie wordt genoemd Hydro. Het is een jaarlijks terugkerend evenement. Mm-hmm. En Suriname was voor het eerst daar aanwezig. Mm-hmm. En ik heb het voorrecht gehad om het Kabalibo-project zo'n beetje te mogen belichten. Okay. Je weet, het is iets dat dateert van zeker, dacht ik, 3-4 decennia geleden, 1970 al. Yeah. En ik heb dus een studie gedaan, dat was eigenlijk mijn masterthesis. Die ging over klimaatverandering en de impact van klimaatverandering op het hydropotentieel met Kabalibo als speciaal project. Dus dat heb ik mogen presenteren en ik ben toen afgevaardigd geworden door het kabinet. Een zeer prestigieuze conferentie met heel wat toppers. Ja, ja. En het gaat dus om topdeskundigen en het was een hele mooie ervaring. En leerrijk en goed voor Suriname. Ja, het aantal deelnemers en wetenschappers dat dus op deze conferentie aanwezig was dus een aantal van 1500. En daartoe behoorde je dus ook bij. Ja, en belangrijk voor mij is dat je dus met de wereldtop daar mee loopt. Mm-hmm. En zeker kan netwerken en de grootste spelers op het gebied van hydrokracht leert kennen. Goed misschien om op een rijtje te zetten welke de markante eindresultaten waren geweest op die conferentie welke wij als land hebben meegenomen, want 2013, dan zijn er al 4 jaar achter de rug. Wat heb je allemaal meegenomen? Zeker wat ik daar heb gezien is iets dat eigenlijk al voor de deur staat, los van alle kennis die je meeneemt, maar belangrijk, die dam van ons, de Afubakadam, is al meer dan 50 jaar oud. We hebben daar het voorrecht gehad om een hele dag sessies ten aanzien van refurbishment bij te mogen wonen. En refurbishment is eigenlijk zoiets als afschrijven van een dam. En tegen de tijd dat die dam van ons al 50 en bijna 60 jaar oud wordt, nadert inderdaad die tijd voor een algehele refurbishment, wat een heel grote uitdaging is. Praten we over de toekomst en wat allemaal daarmee gepaard gaat. Het betekent in het ergste geval, of laten we zeggen in een worst case scenario, ja, dat die dam praktisch voor 6 maanden tot een jaar gesloten moet worden voor algehele inspecties, een totale revisie. Mm-hmm. Ga maar naar bijvoorbeeld dat die technologie zelfs verder vernieuwd is. We hebben daar oude ruïnes staan van 50 tot 60 jaar. Ja. Tegenwoordig heb je vernieuwde technologie dat met dezelfde hydrologische omstandigheden ervoor zorgt dat het opgewekt vermogen daar verhoogd kan worden met zeker een 20-30%. Mm-hmm. Dat zijn allemaal zaken die je moet meenemen in de toekomst. Rekening houden we met bijvoorbeeld wat men vaak nu in de mond neemt, een energiesectorplan, de toekomst, hoe verder met de energiesector van Suriname. Dus dat hebben we meegenomen, maar het ligt dus aan de beleidsmakers nu om inderdaad dat op te pakken, goed te luisteren, dus richting te geven en ja, goed te weten voor welke uitdaging we staan. Want u weet, we trekken zo'n 80 tot 90 megawatt gemiddeld. Dat betekent dat je dat ergens klaar moet hebben staan als tijdens de revisieperiode. Juist, ja, het moment aanbreekt voor een algehele refurbishment. Dus okay, dat is een van de belangrijkste zaken die we hebben meegenomen.
Dat de regering natuurlijk ook bezig is om richting te geven aan het energieplan van ons land. Dan mogen wij dus ook vermelden dat in de derde week van september een CARILEC meeting werd gehouden, waarbij dus de energiedeskundigen van de regio tezamen met onze energiebedrijven Suriname een conferentie hebben georganiseerd in Hotel Torarica. En daarbij heeft de directeur van de energiebedrijven Suriname aangegeven dat het deel dat wij vanuit duurzame energie, de opwekking daarvan doen, 40% behelst. Het streven daarbij is gericht om te gaan richting 50%. En daarover praten we natuurlijk ook met Peter Donk. Peter Donk, welke zijn de mogelijkheden voor ons land om te gaan richting die 50%? Want ik dacht dat in ons voorgesprek je het ook had gehad over, hoe noem je dat ding ook alweer, windmolenenergie. Dat is dus betrekkelijk ook nieuw voor ons land. Hoe ver zijn wij? Inderdaad. Kijk, Suriname heeft kennelijk al het voorrecht gehad om zeker in het Caribisch gebied al wat hernieuwbare energie betreft heel hoog te staan. We hadden altijd al hydrokracht sinds de Brokopondo overeenkomst. Wat we nu zien is dat met die verdere ontwikkelingen, groei, meer verbruik, economische groei, meer industrie, het aandeel aan thermische opwekking steeds groter wordt, want we zijn blijven steken bij Afubaga. Desalniettemin, ik heb het net gehad over Kabalibu, hebben we nog een behoorlijk groot potentieel aan hydrokracht, zeker een gigawatt, dat is 1000 megawatt. Om een idee te hebben wat dat betekent, we hebben tegenwoordig een piekbelasting van 220 megawatt in ons grootste distributiesysteem, dat is Paramaribo en omgeving. Nikeri als tweede is ongeveer 12 tot 13 megawatt. Dus we gebruiken bijkans 250 megawatt totaal nationaal. Landelijk. Dus 1 gigawatt is 1000 megawatt. Betekent dus dat we voldoende perspectief hebben voor hydro en hernieuwbare energie, zeker voor de komende decennia. Maar ook andere hulpbronnen, zoals, en het zijn natuurlijke hulpbronnen, hernieuwbare energie. Wind, ook solar, maar dat is iets minder, omdat we dus in de tropen leven. En met veel bewolking wordt het al een beetje minder aantrekkelijk, maar wind, bijvoorbeeld voor Nikeri, is iets dat goed bekeken moet worden, want we hebben sowieso wat potentie daar. Ik heb me persoonlijk ermee bezig gehouden en we kunnen praten over commerciële windparken in Nikeri. Hoe ver zijn de plannen om uiteindelijk te starten met windmolenenergie? Want je zegt, je hebt je georiënteerd daarover. Zijn er plannen daarover geschreven? In principe nog geen officiële plannen, maar er zijn wel wat studies gedaan. Ik kan bijvoorbeeld noemen de metingen die zijn gedaan door onze universiteit, de Anton de Kom Universiteit. Die wijzen bijvoorbeeld uit, en het zijn heel conservatieve metingen, op 20 en 30 meter hoogte, die wijzen uit dat we voldoende wind hebben om zeker met een commerciële kleine windpark te beginnen. En ik heb verder dus ook assessments gedaan, zoals men dat noemt in vaktermen, met satellietmetingen die aantonen dat we op 80 en 90 meter en 100 meter, dat is dus eigenlijk de hoogte van de meeste commerciële molens in de, laten we zeggen, middenmoot van 2 tot 3 megawatt. Dat toont aan dus dat we behoorlijke potentie hebben. En Guyana is trouwens ook bezig. Guyana, meen ik te weten, heeft ons ooit een rapport gestuurd. Het ging via Buitenlandse Zaken, kwam via NH bij de EBS. En we hebben dus gezien dat zij aangeven dat we windpotentieel hebben. Maar dat wisten wij al lang. Dus we hoeven niet te wachten op Guyana. We hebben windpotentieel. Okay. We moeten alleen de juiste stappen zetten, verder onderzoek doen en starten met desnoods een pilot. Maar de eerste, en het gaat eigenlijk om statistieken, hoe goed waait wind boven Suriname. Cijfers vertellen heel veel. Cijfers, toch? Meten is weten. Hoe goed waait wind boven Suriname? En er is aangetoond dat er potentie is. Alleen, nogmaals zeg ik, we moeten die stappen zetten. Oké. Natuurlijk, de keerzijde van de medaille, beste kijkers en luisteraars, is natuurlijk dus ook de kostprijs. Want laat me het even zo zeggen, je gaat een plan opstellen om windmolenenergie op te zetten in Suriname. Ten slotte draagt het ook bij aan duurzame energieopwekking. Dan heb je een bepaalde prijs. Maar zal dat ook überhaupt leiden tot een goedkopere kostprijs voor energie? Hoe staat dat allemaal? Inderdaad, heel goede vraag. Het is natuurlijk niet zo vanzelfsprekend, het is geen toverstaf, maar als je dus kijkt wat gangbaar is over de wereld, het eerste wat je doet is kijken naar inderdaad de prijsverhouding. Tegen welke prijs kan ik opwekken? Het start eigenlijk met, ik zei het al, hoe goed waait wind boven Suriname? Kan ik voldoende putten uit een windpark? Dat betekent dat gegeven die perspectieven je berekeningen kan gaan maken binnen hoeveel tijd, gegeven de resource aanwezigheid, kan ik zo'n park terugbetalen. Om maar een gek voorbeeld te geven.
Je kan praten over 12 of 13 cent per kilowattuur, maar dat hangt af van hoeveel wind, hoeveel energie kun je die wind halen. Ja. Omdat per vlot van rekening die molen moet draaien. Uiteraard. Als ik verkoop, ja. En nogmaals, hoeveel verkoop ik, dan kan ik een goede prijs betalen ja. Of bepalen. En het moet kostenefficiënt zijn, ik moet die windpark gangbaar is 4 tot 5 jaar, 6 jaar maximaal mm-hmm. terugbetaald heeft, mm-hmm. moet ik kunnen terugbetalen. En daarna is het dus commercieel. Commercieel winst. En natuurlijk als je kijkt naar de kostprijs, in die keer is voor de opwekking op basis van thermische energie is ongeveer in de orde van 18 cent, US dollar cent. Dus ik heb zelf analyses mogen doen met een consultant die heel goed is, dat ja. is de AWS. Die is wereldwijd bezig met wind resource assessments, dus onderzoekingen, analyses op basis van windstatistieken. Die geeft aan dat met onze potentie die we daar hebben, we al kunnen praten over 12 en 13 cent. Wat dus heel aantrekkelijk is. Dat betekent een terugbetaaltijd van 4 tot 5 jaar, maximaal 6 jaar. En deze dingen hebben een levensduur van 25 jaar. En daarna is het alleen maar winst. Dus het is in feite aan de regering gelegen om al deze informatie tot zich te trekken. Samen te vatten. In ja. het sectorplan te verwerken en goed na te gaan wat we allemaal per district aan potentie hebben om dat strategisch te ontwikkelen. Want het gaat niet alleen om wat men bijvoorbeeld doet, klimaatverandering en uitstootreductie. Het gaat meer ook om de uitdaging die we hebben in die olieindustrie. Mm-hmm. We staan aan de vooravond misschien van een jackpot. Yes. Een enorme fonds. Enorme ja. fonds, maar tegelijkertijd hebben we ook andere commitments, zoals bijvoorbeeld COP21, het verdrag van Parijs. Yes. Waar we hebben gezegd, al dan niet juridisch bindend, maar we hebben gezegd dat we meer hernieuwbare energie gaan dan integreren in onze energiemix. Juist, ja. om toch duurzamer bezig te zijn. Mm-hmm. Natuurlijk moet je dan een balans gaan vinden daarin en kijken hoe ver hernieuwbare energie, zoals u zelf aangaf, kan bijdragen tot de reductie van uitstoot, maar een gezonde balans. Ja. Want uiteindelijk moet de consument er voordeel van hebben en het land uiteindelijk ook. Dus dat is hem zo'n beetje in termen van renewable energy en ja. hoe je dat tot eigenlijk grote voordeel van het land kan integreren in de mix van Suriname. Ons zoektocht naar hernieuwbare energie en zeker het zoeken van een balans daarbij. Daarover praten we met Peter Donk, beste kijkers en luisteraars. Peter Donk, we hebben gesproken over windsnelheden boven Suriname die dus maken dat windmolenenergieopwekking mogelijk is voor Suriname. U heeft het genoemd, klimaatsveranderingen, maar die twee zaken, windsnelheden en klimaatsverandering, gaan hand in hand. In welke mate heb je dus daarmee wel rekening gehouden? Inderdaad. Dus, en dat is een heel goed punt. Terwijl het klimaat verandert, we praten over hernieuwbare energie, zijn natuurlijke hulpbronnen en zijn allemaal klimaatafhankelijk. Mm-hmm. Zo ook, terwijl het klimaat verandert, zal ook de potentie van die resources gaan veranderen. Hoe gaat wind over 10 jaar, 20, 50, 100 jaar waaien over ja. Suriname? Het gaat natuurlijk niet om een situatie van nu, hè, want je moet vooruit kunnen plannen. Inderdaad, vooruit plannen. En ook onze hydrosector, we hebben gezien de recente droogtes, wat dat teweeg kan brengen. En zie daar dus hoe strategisch het is om andere bronnen ook aan te wenden die completerend kunnen werken. We hebben bijvoorbeeld gezien in mijn persoonlijke analyses die ik heb gemaakt, ja. voor de informatie, ik ben ook bezig met een promotieonderzoek. Dus dat betekent dat ik me echt diepgaand moet bezighouden met die natuurlijke hulpbronnen en meer nog wat de impact van klimaatverandering kan zijn op deze hulpbronnen. En wat de eerste resultaten uitwijzen, is dat we steeds meer wind gaan hebben. Mm-hmm. Voornamelijk de Noordoostpassaat. Veel meer wind gaan hebben boven Suriname. Okay. Terwijl bijvoorbeeld hydro misschien kan gaan afnemen vanwege extremere ja, droogtes, juist. Hebben we juist in de droge tijden veel meer wind. Dus zie daar de completerende rol van die hulpbronnen. Ja. Maar dat betekent dat we goed nogmaals strategisch moeten kijken wat en waar en in welke mate we dat gaan ontwikkelen. Dus vanuit een ander invalshoek heeft de heer Peter Donk natuurlijk ook de ernst aangegeven van de noodzaak om ook te zoeken naar andere bronnen als we dus praten over duurzame energieopwekking. Uiteindelijk, het was natuurlijk ook een beetje
moeilijk voor ons om je te krijgen in Mantingtaki, als ik het even zo mag zeggen. Want beste kijkers en luisteraars, de heer Peter Donk was de afgelopen 1 of 2 weken ook in het buitenland vanwege het bijwonen van een conferentie in zaken duurzame energieopwekking. Zeg ik het goed? Wat heb je precies gedaan? Dat klopt. Zelfs 2 conferenties. De eerste was, dacht ik, 3 weken geleden in Trinidad, waar we dus echt een klimaatconferentie hadden met verschillende sectoren die worden belicht. Onder andere ook de energiesector, omdat men praat over de Energy Climate Nexus, waarover we het zo net hadden. Dus de impact van klimaatverandering op hernieuwbare energiebronnen. Daar heb ik dus een presentatie mogen geven over onze Afubaga stuwmeer en hoe dat in relatie tot klimaatverandering dus beïnvloed zal worden. Daarna ben ik geweest in New York, waar we dus ook een renewable conferentie hadden met extra nadruk op hernieuwbare energie voor het Caribisch gebied en hoe dat duurzaam te ontwikkelen. En wat we daar hebben bekeken is eigenlijk wat de bottlenecks, de hurdles zijn om te komen tot duurzame ontwikkeling van deze bronnen. Je moet zich voorstellen, we praten over een energiewet die we dit jaar hebben gelaunched in januari. Maar de energiewet alleen is niet voldoende. En wat heb je dan nog meer nodig? Daarnaast heb je nodig, diezelfde wet zegt, we moeten een energieautoriteit installeren. Ja. Die gaat waken over die wet, maar meer nog het bekrachtigen van die wet. Omdat je in feite praat over een kapstok, een raamwerk, die aangeeft bijvoorbeeld dat onze utiliteit, onze energiebedrijf, verplicht is hernieuwbare energie te kopen. Maar onder welke voorwaarden? Ja. Dat betekent dat investeerders mogen komen, maar je praat over bijvoorbeeld de voorwaarden in de zin van power purchase agreements, onder welke voorwaarden, tegen welke prijs. Maar meer technisch nog, hebben we een gridcode die regelt onder welke voorwaarden je gekoppeld mag worden als private investor of independent power producer. Veel meer dus die nog moet bijkomen kijken. Over een tariveringsstelsel, we hebben bijvoorbeeld het geval dat we mogen salderen als je een stukje paneel, PV-systeem op je dak hebt, dan mag je salderen met de EBS. Maar hoe zit het met grootschaligheid als we praten over een solarpark of een windpark? Hoe wordt de prijs bepaald? En de uitdaging is, vaak genoeg praat men over benaderingen zoals de marginale prijs, waarbij we een eerlijke concurrentie hebben. Want het kan zijn dat fossiele brandstoffen goedkoper zijn nog steeds. Ja. Vooral als we die jackpot in zee slaan, dan gaan we zwaar hier subsidiëren. Dat betekent dat renewable bijvoorbeeld duurder is. Maar dan moet je dus modellen gaan ontwikkelen die erop gericht zijn om een min of meer eerlijk systeem te ontwikkelen. En vaak genoeg praat men dan over de marginale prijs van energie, waarbij we bijvoorbeeld zeggen, we belasten fossiele brandstofenergie en we hebben bijvoorbeeld licenses of permits, zoals men dat zegt, een vergunning tegen bepaalde voorwaarden, waarbij je tegen een hogere prijs mag verkopen en EBS is verplicht om het te kopen. Ja. Dat is dus policy. Ja. Het is zoals we in het Caribisch gebied zien, er is altijd nog subsidie in Europa, er is altijd nog subsidie. Naast ons, Frans-Guyana is Frankrijk. Daar verkopen ze 1 kilowatt solar energie tegen 25 eurocent. Terwijl de EBS vandaar, dat heet EDF, energiebedrijf van Frans-Guyana, die verkoopt tegen 19 tot 20 eurocent. Dus het is lager dan de kostprijs van solar, maar ze zijn toch verplicht om solar te kopen. Ja. Dus het is eigenlijk policygericht. En dat zijn de dingen die we bij moeten schrijven, omdat een wet op zich alleen niets gaat doen. Het zijn dus institutionele randvoorwaarden om te komen tot een effectieve ontwikkeling van onze energiesector. Een ander punt natuurlijk is ook daarbij dat je dus verschillende spelers gaat hebben op de energiemarkt die gaan mogen opwekken, distribueren, maar ook vanwege de potentie. Je sprak over een landelijk verbruik op dit moment van 250 megawatt, terwijl we dus aan potentie hebben meer dan dat. Betekent dus ook dat we kunnen distribueren of exporteren. Zijn er mogelijkheden daarbij voor Suriname? Dus, laat me even toch wel voor de duidelijkheid. Er is dan volgens de wet maar 1 distributeur, dat is de EBS, ja, de energiebedrijven. Maar er mogen inderdaad meer opwekkers komen. En dat is zo geregeld in die wet. Dus er worden dan jaarlijks inschrijvingen gehouden. En in het sectorplan wordt dat dan geregeld in welke mate investeerders mogen inkomen. En over verschillende periodes van tijd, het kan zijn een moving window, zoals men dat zegt, 5 jaar of steeds in een long-term plan van bijvoorbeeld, en dan praat men over een sectorplan van bijvoorbeeld 30 jaar. En dan mag men investeren. Okay. Maar dat
gaat niet zonder meer. Je gaat in kaart moeten brengen hoeveel potentieel hebben we. En hoe trek ik investeerders aan om te investeren in dat potentieel om dat te gaan ontwikkelen. En die investeerders moeten natuurlijk ook voldoen aan randvoorwaarden die zijn gesteld in de wet. Hè? Inderdaad. Oké. Heer Peter Donk, uitgaande van het verhaal ben je werkelijk onze tweede entry nestie op zoek naar duurzame energie. Althans, je maakt dus deel uit van het team. We moeten afsluiten, maar tot slot. Mogelijkheden voor windmolenenergie in Suriname, concreet. Hoe ziet de volgende stap eruit? De volgende stap is dat we, laat me het anders stellen, en die investeerder die hier gaat aantrekken, gaat zijn eigen metingen willen doen. Het, is dus, het hangt totaal af van het model dat je verkiest. Als we zelf erin gaan investeren, dan zeg ik, dan moeten we gewoon die windmolens plaatsen. Want ik ben ervan overtuigd, de analyses wijzen uit. Ga maar nadat we ook een technologie hebben dat is geëvolueerd gedurende de tijd. We praten over cutting speed, zoals men dat noemt, waar die molens er commercieel beginnen te draaien van 3 en 4 meters per seconde en nu zelfs richting 3. En we hebben daar 7 tot 8 meters per seconde gemiddeld, voornamelijk in de droge tijden. Dus er is potentie en het gaat werken, het is bewezen. Maar nogmaals, het model hangt ervan af. Hebben we de financiën om het zelf te ontwikkelen, dan zetten we het gisteren, liever gisteren dan vandaag. Okay. Bijvoorbeeld om te starten in Ikeri met een kleine park van 3 megawatt. Omdat je ook moet kijken naar de afname. Is er voldoende afname? En dat gaat bepalen ook hoeveel je kan ontwikkelen. Als we dus financiers aantrekken, gaan ze sowieso hun eigen metingen willen doen, want het is wel een behoorlijke initiële investering. Ja, dat is een behoorlijke hap, ja. Een behoorlijke hap. Maar met onze rapporten, kun je ze overtuigen, juist om ze aan te trekken voor die investering, omdat ze zullen zien van inderdaad, je hebt potentieel. En het is niet een proces van jaren, meestal om alle seizoenen te coveren, meet je een jaar. Mm-hmm. En als ze overtuigd zijn, dan is het direct daarna gekoppeld, of daaraan gekoppeld, het ontwikkelen van een park. Dus het is gaan lobbyen met de cijfers die je hebt, de potentie die je hebt, om die investeerders aan te trekken. En als we zelf ook fondsen hebben, want ik refereer dan naar de New York conferentie waar ik was, ja. Daar heb ik gesproken met grote financierders uit de Emiraten. Ja. Die zijn op een permanente UN mission in het kader van klimaatverandering en ook nog renewable energy, sustainable development. Die hebben toegezegd, we hebben een grant van 50 miljoen. Waarop we aanspraak maken, het Caribisch gebied. Maar waarom doet Suriname niets? Dan moeten we komen met de plannen. Dan moeten we komen met de plannen en het staat daar. En als we met zo'n dergelijk plan komen voor een windpark, wordt het gefinancierd. Nee. Meneer Peter Donk, wij danken u voor uw bijdrage. U heeft een enorm veel informatie met ons gedeeld. Dank u wel en dan zien we u graag de volgende keer. Graag gedaan. Beste kijkers en luisteraars, dat was dus de heer Peter Donk die heeft gesproken over mogelijkheden om een windmolenpark hier op te zetten, zodat we dan ook meer kunnen doen aan duurzame energieopwekking. We gaan nu luisteren en kijken naar een clip en dan zijn we dus terug met onze volgende gast. Tot dan. Lord of his mercy, God bless the woman then. And I know that Lord of his mercy, just a woman me love. Hey, go buy one parfum, which I give me love. God of mercy. Yeah. See me pull and gang, you get one more subronchi. Yeah. I guess like with that one island, no smile, no coming through. Yeah. See me get a woman once again. Woman for me. Omoro kuswe fu mi. Luku faye sume so shiti titi. Ala mi atena ki so bibi. Luku fami lafu hi. Uma yu moi kwen yu shiti titi. Eke oneke nosu ye la umi mi. Ala la mi neke meke niki. Tawa mofe meke wolo. Tawa nena baka susu. Ujai mianga yede na kikiki. Hey, de wani boka shiti libi vui. Hey, konyanga libi sama mofolo. Kubuwe fuso di ukoti ya ulo Tusuka tunta puyu yeshi ulo Libi sama laya nga pupolo Go buy one parfum Ucha give me love me.
de embargado, bien si cada fumeci. Si mi polangue, no quiero abosubronchi. Welkom terug, beste kijkers en luisteraars. Intussen hebben we onze tweede gast in het programma Manting Taki. Mag ik aan u voorstellen, de heer Stephen McAndrew. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het met u? Het lukt wel met mij. Ja. Beste kijkers en luisteraars, we hebben Stephen McAndrew in onze studio in het programma Manting Taki om te praten over een conferentie welke de VSB heeft georganiseerd. Meneer Stephen McAndrew is de directeur van de VSB en daarover zal hij wat meer vertellen, uiteraard. Meneer McAndrew, we hebben een conferentie gehad. De VSB heeft dat georganiseerd samen met nog andere partners. Daarbij is dus ter sprake gekomen onder andere business continuity. En bij het gesprek met onze eerste gast hebben we het ook gehad over een stukje klimaatsverandering. En dan de vraag die bij mij reist natuurlijk is, is er überhaupt een verband tussen klimaatsverandering en bedrijfscontinuïteitsplan? Ja. En eigenlijk punt 1 is ook, wat is een business continuity management? Oké, wel, business continuïteit heeft te maken met het feit dat als er zich een ramp voordoet, een calamiteit, moet je als onderneming, als business in staat zijn om binnen een bepaalde periode zeker je kritieke operaties weer operationeel te hebben, zodat je voor kan gaan met het ondernemen van economische activiteiten. Er is uiteraard een verband tussen business continuïteit en klimaatsverandering. Want klimaatsverandering is een van de hoofdoorzaken dat bepaalde rampen zich kunnen voordoen. Je kan bijvoorbeeld denken aan een grote droogte die impact kan hebben op bijvoorbeeld de watervoorziening voor irrigatiedoeleinden in Nigeria bijvoorbeeld. Dat gebeurt nu al, dus er is zeker een verband tussen klimaatsverandering en business continuïteit. Ook hebben we gezien dat in het Caribisch gebied klimaatverandering heeft gezorgd voor hevigere orkanen die grotere snelheden hadden. We praten over snelheden van 180 km per uur, waarmee eilanden zoals Dominica, Antigua en Sint Maarten geconfronteerd zijn geraakt een paar maanden terug. Dus het antwoord is ja, het heeft een direct verband ook met business continuïteit. Maar ik moet er direct bij aan toevoegen dat business continuïteit heeft niet alleen betrekking op natuurlijke rampen. Ja. Het kunnen ook rampen zijn die veroorzaakt worden door mensen onder andere. Menselijk handelen. Precies. Juist. U heeft meteen de tweede vraag ingeluid. Okay. Want uit uw verhaal dan kreeg ik gauw de neiging, of ik was bang het gevoel te hebben, om de neiging te hebben dat bij klimaatveranderingen alleen je dan een BCM, dus een bedrijfscontinuïteitsmanagementplan, moet opzetten. Maar uiteindelijk heb je dus ook helaas menselijk handelen, welke dus kan leiden dat je dus sowieso de operationele bedrijfsvoering in gevaar kan laten komen. Nee. Maar zijn er dan verschillen in de benadering van BCM op basis van de niveaus van zeg maar veroorzakingen? Wel, je moet in principe starten met het identificeren van de mogelijke rampen die kunnen plaatsvinden. Bijvoorbeeld, er kan een brand uitbreken bij STVS. Natuurlijk hopen we het niet. Nee, uiteraard hopen we het niet. Maar hoe heb je dan vanavond, zorg je ervoor dat je vanavond om 8 uur toch het nieuws kan uitzenden. Okay. Dus het gaat erom, identificeer de mogelijke rampen en van werk van daaruit om een continuïteitsplan op te stellen. Het is natuurlijk niet te accepteren, om het maar even zo te noemen, dat vanwege activiteiten die de operationele bedrijfsvoering in gevaar brengen, dat je dus tenminste de verwachtingen van de klanten of de consumenten niet kan nakomen. Zeg ik het goed? Dat is in principe ook een van de doeleinden van business continuïteit. Ja. Want je hebt je klanten, die moet je toch wel kunnen blijven bedruipen, ook al vindt er een ramp plaats. En doe je dat niet, dan gaan andere ondernemers daarin inspelen met als gevolg dat je marktverlies zal leiden. Dus ja, met je consumenten moet je zeker onder alle omstandigheden rekening blijven houden. Maar het opzetten van zo'n BCM, is het niet duur?
Nee, het opzetten van een business continuïteitsplan hoeft niet duur te zijn. Ja. Je moet in principe een aantal stappen volgen. Vanaf de identificatie van een mogelijke ramp moet je volgen tot hoe je zaken weer operationeel wil hebben binnen een zo kort mogelijke periode. Bij business continuïteit gaat het erom dat het ook specifiek tijdsgebonden moet zijn. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld STVS zegt van we willen vanavond om 8:00 het nieuws weer live hebben. Ja. Dus dan moet er zaken dusdanig geregeld zijn, de procedures moeten bekend zijn bij ieder, zodat er naartoe gewerkt kan worden dat inderdaad vanavond om 8:00 het nieuws weer uitgezonden wordt. Ja. En in hetzelfde geval, een hotel die geconfronteerd wordt met een issue, moet ervoor zorgen dat binnen een korte periode ze weer in staat is om haar gasten op normale wijze te bedienen. Een bedrijf die iets moet leveren aan klanten moet dat ook gewoon kunnen doen binnen een zo kort mogelijke periode. Ja. U noemt 8:00, maar onze nieuwsuitzending begint dagelijks om 7:30, hoor. Nee. Even een wijziging daarbij, althans een correctie. Maar meneer McAndrew, uiteindelijk de conferentie is geweest. Nee. Natuurlijk ben ik dus ook benieuwd naar de participanten. Wie heeft er allemaal geparticipeerd? Wel, ik denk dat leden van de VSB, het was toch wel uit diverse sectoren, dat was ook goed, hebben geparticipeerd. En het is nu aan de leden om hetgeen ze hebben geleerd in de praktijk tot toepassing te brengen. Mm-hmm. En de VSB heeft zich gecommitteerd om met hun te werken om daadwerkelijk een aantal business continuïteitsplannen te ontwikkelen. En ook de consultant heeft zich gecommitteerd om de leden de komende 3 maanden te begeleiden. Wat we gaan doen is dan, we gaan proberen om tenminste iedere maand een Skype-bijeenkomst te hebben met de consultant, waarbij de leden hun issues naar voren kunnen brengen, zodat de consultant op die kan inspelen. Ze kan nader kan uitleggen of tips kan geven hoe men met die zaken kan omspringen. U noemt leden van de VSB die hebben geparticipeerd, maar uiteindelijk moet het dus ook een vertaalslag hebben naar het landelijk niveau. Hoe wordt die vertaalslag gemaakt? Wel, we zijn ook van plan om binnenkort, kan zijn de komende weken of begin van volgend jaar, zijn we toch van plan om een gesprek aan te vragen met die NCCR. Yeah. Omdat die in principe verantwoordelijk zijn voor de algemene coördinatie van rampen. Maar wij zeggen het bedrijfsleven heeft ook een specifieke rol daarin te vervullen. Want na een ramp moeten de activiteiten zo gauw als mogelijk worden opgepakt. Dus we zijn van plan om in dialoog te gaan met NCCR. We gaan ook praten met het Rode Kruis, die ook veel met disaster management issues bezig is. En om ook zodoende meer informatie te verschaffen aan onze leden over disaster management, emergency management en hoe je daarop in te spelen met business continuïteit. Mm-hmm. Dit allemaal, beste kijkers en luisteraars, in het kader van mogelijke gevolgen van klimaatsverandering. Praten we vandaag dus ook met directeur van de VSB, de heer Stephen McAndrew, over een bedrijfscontinuïteitsplan en daarover is een conferentie georganiseerd. Meneer McAndrew, de volgende vraag is natuurlijk aantal leden binnen de VSB. Hoeveel daarvan beschikken reeds over een effectief BCM en hoeveel moeten die nog ontwikkelen? Wel, we zijn ons ervan bewust en dat heeft deze conferentie ook bewezen dat het nog braakterrein is bij onze leden. Dus in principe hebben we een aanzet gegeven voor een proces dat toch een aantal maanden, jaren in beslag gaat nemen. Want we weten dat niet ieder bedrijf direct een business continuïteitsplan zal ontwikkelen. Mm-hmm. Maar we hopen dat de leden die aanwezig waren dat zullen doen. En we zullen het blijven promoten bij onze leden. Want het is noodzakelijk. Zoals eerder aangegeven, in Nigeria is men vorig jaar geconfronteerd met grote droogte. Yeah. Er kunnen andere impacten zijn van climate change. Er kunnen andere mogelijke rampen zich voordoen. Dus je moet erop zo voorbereid zijn om je operaties, kritische operaties, zo snel als mogelijk weer op te pakken na een ramp. U noemt zeker voor de tweede keer, meneer McAndrew, district Nikeri in dit gesprek. En als ik dus denk aan Nikeri, dan denk ik dus ook aan rijstbouw. Yeah. Hoe gaat u dan die link maken naar de rijstsector of breder nog de agrarische sector? Wel, we gaan dit zeker, deze issue zeker bespreken met onze groepsvertegenwoordiger van de sector, de agrarische sector, zodat we kunnen nagaan welke stappen we concreet kunnen ondernemen
om met raceboeren, maar ook met andere actoren uit de agrarische sector, deze issue te bespreken. Want het is toch wel een kritieke issue. Droogte heeft direct een impact op de agrarische sector. Daar kom je niet onderuit. Mm-hmm. En als er niet voldoende water is, dat brengt dat je in principe je voedselveiligheid in gevaar. In gevaar, dus ja. Dat is een issue die verder besproken zal worden met onze groepsvertegenwoordigers van de agrarische sector binnen de VSB. Mm-hmm. Meneer McAndrew, we hebben dus natuurlijk de VSB hier, waarbij we dus praten over bedrijven en op dat niveau er een BCM zou moeten komen. Mm-hmm. Alleen op landelijk niveau zou de Surinaamse overheid überhaupt ook over zo'n BCM moeten beschikken. Wel, de overheid zou in principe ook over een continuïteitsplan, maar daar is het geen business, maar dan is het een government continuity plan. Mm-hmm. Want als er een ramp gebeurt, moet de overheid ook op zo snel mogelijk weer haar kritieke diensten oppakken. Mm-hmm. Je wil geen rampen gaan noemen die zich kunnen voordoen, maar... Het is niet van een ver van ons bedshow, maar het zijn wel zaken waarmee we rekening moeten houden. Je moet er rekening mee houden dat een ramp kan plaatsvinden in Suriname. En de kritieke diensten zou je dan zo gauw als mogelijk moeten oppakken. Verpleegkundige medici gaan naar het hospitaal moeten kunnen gaan. De politie, defensie, leger gaat aanwezig moeten zijn om te zorgen voor veiligheid enzovoort. Ja. Dus het plan moet er zijn. En ik denk dat NCCR zich toch meer heeft gefocust op wat de overheid moet doen na een ramp. Dus ik denk dat zo'n plan er wel zal zijn. Zie daar ook de concrete acties om dan ook met de NCCR te vandaar overleggen. Vandaar dat het noodzakelijk is inderdaad om met de NCCR te overleggen. Want niet alleen de overheid moet herstarten zo gauw als mogelijk, maar ook het bedrijfsleven moet daartoe in staat zijn. Goed. Op de eilanden na een hurricane is het de overheid die de all clear geeft. Wat betekent dat? Oké, de veiligheid is weer gegarandeerd, dus je mag weer aan de gang gaan met je economische activiteiten. Dus dergelijke afspraken moeten we ook maken hier in Suriname. En met deze vraag, beste kijkers en luisteraars, zijn we dan ook aan het eind gekomen van dit gesprek met de heer McAndrew. Wij danken u voor uw bijdrage. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Graag gedaan, ja. Dank u. Beste kijkers en luisteraars, dat was dus de heer Stephen McAndrew, directeur van de VSB. Die heeft gesproken over een bedrijfscontinuïteitsplan, althans de noodzaak daarvan voor bedrijven als ook voor het land. Wij gaan over naar een clip en dan zijn we zo dadelijk terug met onze volgende gasten. So soy you me edenki, you na mi alasani, baby. Ik heb hoop in jou, net als zand in de zee. Blijf voor altijd bij mij en laat me nooit meer alleen. Laat me nooit meer alleen. Hoor me aan. Alles wat ik zoek in een vrouw, you are been. Daarom hou ik van jou, you are been. Alles wat ik zoek in een vrouw, you are been. Daarom hou ik van jou, you are been. Mijn papa doet alles wat ze kan voor mij. Zolang ik haar mooi visie heb, voorzien, daar ben ik blij. Het maakt niet uit als ze raddelen. Die haters blijven haten en mijn baby blijft me poweren. En ze houdt niet van die baka sani. Wat op haar hartjes is dat ze je kritaki. Ze is mijn cutie, mijn stoere mami. En in de kamer ben ik haar stoere papi. Moet je eens weten wat je doet met mij. Je draait me in de toon bij God waar ik voel me zo blij. Met jou en me say. En me love you fire, yellow lull and give me so. En me love you fire, was in, was in, give me so. Alles wat ik zoek in
En dan zijn we terug in Manting Takkie bij deze nieuwe editie met de volgende gasten, beste kijkers en luisteraars. En reeds zijn aangeschoven de heer Clyde Motman, directeur van M3 Consultancy. En ook naast u heeft u mevrouw Ellen Narendorp, voorzitter van de pluimveekwekers in Suriname. Goedemorgen. Nou, de heer Motman, beste kijkers en luisteraars, is samen met zijn consultancybureau NPWO, de Progressieve Werknemersorganisatie, Small Business Development Center, een samenwerking aangegaan met de Stichting Pluimveekwekers Collectief Suriname om een training in duurzame kippenteelt op te zetten. Ja. Ben ik in de buurt of kunt u daar beter uitleggen? De buurt. Maar wat zijn nou precies de stappen hiertoe? Wat wilt u hiermee bereiken? Oké, dit allereerst. De training heet Duurzaam opzetten kippenteeltbedrijven. Mm-hmm. Dit is een initiatief. Dat komt ook van de heer Arman Sunder en mij. Het is om een doelgroep van mensen. Dat zijn starters, herstarters en telers. Mm-hmm. Eigenlijk informatie te geven over hoe een duurzame kippenteelt op te zetten. Om eigenlijk de productie te verhogen van kippendeels in Suriname. Mm-hmm. En verder ook om mensen meer productief te maken. Dus meer in de productiesector te doen gaan. Okay. Dus dat is zo'n initiatief. Okay. Mevrouw Narendorp, we moeten meer produceren in de kippenteelt. Maar zouden we dan ook niet ook meer gezond vlees moeten produceren? Hoe staat dat allemaal? Nou, er wordt al heel lang in Suriname kippen worden gekweekt. En we waren zelfs zelfvoorzienend en ja. We hadden heel gezonde kip. Ja. Nou, de afgelopen 20 jaar, 15 jaar is daar wat verandering in gekomen. En we hebben kippen geïmporteerd en we hebben gezien dat er steeds meer worden geïmporteerd ten opzichte van de lokale productie. Nou, en dan heb je twee dingen. Je zit in een tijd van een recessie. Je zit in een tijd van ontwikkelen van het land. Ik ben zelf in mijn vrije tijd ook altijd geïnteresseerd geweest in de agrarische sector. Yeah. En 1 en 2 bij elkaar. En dan zie je dat je iets moet doen. Je moet een platform aanbieden dat mensen kunnen praten met elkaar. En dat je, want er is heel veel informatie en er is ook heel veel belangstelling. En dat is de reden waarom ik zeg, u vroeg van dat vlees, is het gezond? Ik wil dat niet afkeuren direct, want je hebt verschillend soort vlees wat geïmporteerd wordt. Okay. Je hebt hele kippen, je hebt kipdelen, je hebt ook wel slachtafval soms. Yeah. En je kan het niet genereren, niet zeggen het is allemaal hetzelfde. Het zijn bepaalde delen waarvan ik zou zeggen niet doen. Yeah. Ja. En anderen waarvan ik zeg, kijk, ons buurland Brazil, dat zou ik wel doen. Met deze training is het natuurlijk ook een goede stap om onze eigen kippenvlees te gebruiken. Dat is de bedoeling, ja, toch? Tenminste, als ik het begrepen heb. Ja, inderdaad. Uh-huh. Zoals ik heb begrepen, wordt er ook heel wat kip geïmporteerd en is de overheid zelfs menens maatregelen te treffen om dat een beetje te reduceren. En dat geeft ruimte om meer te produceren, onze eigen kip. Welke onderwerpen worden dan tijdens de training behandeld om de kippentelers, u noemt daarbij startende of mensen die reeds bezig zijn in de sector, om allemaal bekwaam te zijn bij deze competenties? Oké, de training is opgedeeld in 3 delen. Mm-hmm. En het eerste gedeelte gaat zijn ondernemerschap. Daar gaat er door de heer Sunder breed op ingegaan worden hoe te ondernemen en welke kneepjes om eigenlijk in de kippenteelt te gaan. Daarna het volgende onderdeel is kippenteelt zelfs. Dat gaat de Stichting Pluimvee Collectief Suriname doen. En ze gaan dus uitgebreid ingaan op hoe een duurzame rente starten, welke technische aspecten bij komen kijken. En als laatste hebben we dus een onderdeel financiële planning. Ja, dat hoort er sowieso bij. Ja, want heel veel van eigenlijk startende ondernemers of mensen die al bezig zijn, om verder te gaan, om te groeien, moeten ze eigenlijk hun financials in orde hebben. Ja. 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 Voorts hebben we nog een wrap-up day waar er een guest speaker gaat zijn. Dat gaat meneer Bilkerdijk zijn, Wilco Bilkerdijk, van de voorzitter van de ASFA.
Yeah. En hij gaat dus ook waarschijnlijk de certificaten uitrekenen. Productie staat hoog in ons vaandel, meneer, mevrouw Narendorp. Alleen, we gaan dus nu richting de feestdagen. En zoals normaal is de vraag naar vlees heel hoog. Zijn we in staat als lokale producenten te voldoen aan die vraag? Nou, een van de redenen waarom de stichting gemeente heeft zich dus op te laten richten, is dat je geen echte cijfers hebt. Dus u zegt mee, maar ik weet niet, hoe dat tot stand is gekomen. Is het juist? Mm. En we hebben niet echt cijfers waarvan je kan zeggen, oké, als we dit met dat optellen, dan klopt dat. Dat is dicht bij de werkelijkheid. Yeah. En daarom kan ik u niet zeggen, ik kan niet goed antwoorden op deze vraag. Mm-hmm. Hoe zouden we dan ervoor moeten zorgen dat we die data wel hebben? Nou, dat is wel een van de redenen waarom we die kwekers gaan organiseren. En ze eigenlijk niet alleen bijstaan met, zoals meneer Motman zei, we gaan ze trainen en een aantal zaken vertellen hoe ze duurzaam moeten zijn. Maar we gaan ze ook eigenlijk de resultaten van hun werk, gaan wij, dus de data van hun bedrijven, gaan wij verzamelen. En het zijn de data van de stichting en van de boeren. En dat gaan we publiceren als PKS-data. Mm-hmm. Begrijpt u? Ja, ja. En ja. Dan kan je veel meer zeggen. Nu is het een beetje schatten. En het is heel moeilijk. En schatten, dat doen we niet. We moeten dus ik met cijfers graag. Werken. Ik werk graag met maat en getal, ja. Ja, ja. Meneer Motman, wanneer begint die training en tot wanneer? Oké, de training begint al aanstaande vrijdag. Ja. Van 6 tot 9. En het gaat zijn te PWO en de Limesgracht. Gracht 80. En hij duurt tot 21 november. Het zijn 8 dagen, dus er gaat waarschijnlijk zo om en om gevolgd worden. We houden rekening met de werkende mensen. Het zijn alle dagen van 6 tot 9. Oké. Okay. Ja. Het organiseren van de training is één. Het houden van die training is ook een ander aspect. Maar uiteindelijk heeft u dus daarbij zeker ook succesindicatoren geformuleerd. Wat zijn uw verwachtingen om te zeggen dat de training een succes is? Oké. Okay. Bij wie mag ik de vraag deponeren? Wel, de organisator is. Zo, het is al een succes als mensen heel erg geïnteresseerd zijn. Die interesse hebben we gemerkt. Ja. Ja. Binnen enkele uren na het plaatsen van de advertentie hadden we al telefoontjes binnen. Okay. En je ziet dat de mensen heel erg geïnteresseerd zijn. Er is behoefte aan die informatie. En gedurende de training zullen er meetmomenten zijn. Sowieso mogen ze vragen stellen. Als de vragen gesteld worden, betekent dat men meegaat met de informatie. En ik moet wel zeggen dat de training inderdaad, zoals je zegt, niet eindigt bij de training. Maar we gaan zoveel mogelijk met de mensen mee die de beslissing nemen om verder te gaan. Daar gaat Stichting PKS een hand bij helpen. Voorts als men interesse heeft om een financiële planning te maken om vooruit te komen, dan zullen PWO en M3 Consultancy hun bijstaan. Want een van onze dingen die we doen is helpen met financiële planning. Ja. Dus, ja. Mevrouw Narendorp, als ik dus zo ook luister, financiële planning hoort erbij, dat is sowieso een must. Welke zijn de uitdagingen op dit moment? In feite is het zo dat als je wil kweken, moet je eigenlijk honderden dingen op zijn plaats hebben. Kleine dingen, maar ze moeten op hun plaats zijn. En dat is het geheim eigenlijk. Die helikopterview moet je dus allemaal absoluut. Hebben. Moet iedereen hebben en je moet alles. En daar gaan we je helpen. Ik noem maar een gek ding. We hebben altijd een prettig land gehad met de Noordoostpassage die altijd waait en zo. Nou, wij gaan altijd zeggen, maak gebruik van die Noordoostpassaat om je ren koel te houden. Mm-hmm. Dat wil zeggen, de richting van je ren wordt dan bepaald door die passaat. Mm-hmm. Dus bouw je ren op een manier zodat je geniet van de windrichting. Dat is één. We hebben sinds 10, 15 jaar het probleem van climate change in de wereld. Mm-hmm. En we weten, als daken wegwaaien, waar je ook daken weg van kippenrennen. En als dat gebeurt, nou geloof me, dan is alles wat in die ren zit
onbruikbaar. Weer een gevolg van een negatief verlies, gevolg van klimaatverandering. Verlies van de effecten waar we rekening van, moeten houden. Precies. Dus okay. Dat wil zeggen, je moet anders gaan bouwen. Niet meer wat je gewend was. Nee. En dus op die dingen letten we. En daarvoor heb je dus natuurlijk ook die data nodig, hè? Absoluut, absoluut. Ja. Dus die wij natuurlijk willen ook beschikbaar moet zijn voor een ieder. Ja, daarom is het een stichting. Het is geen vereniging van het is van ons. Het is een stichting die juist voor het publiek zaken beschikbaar gaat stellen. Ja. Beste kijkers en luisteraars, en met deze vraag zijn we niet alleen gekomen aan het eind van dit gesprek. We zijn dan ook gekomen aan het eind van dit programma. Maar alvorens daartoe over te gaan, word ik gewenkt door de heer Motman. Ja, de registratie. U heeft nog iets te zeggen? Ja, ja, ik wou nog even vertellen over waar de mensen kunnen registreren. Er is nog mogelijkheden om te registreren. Ja, tot het einde nog. Als u dat heel kort doet. Ja. Ja. Mensen kunnen registreren bij PWO aan de Limesgracht 80. Mm-hmm. Zij kunnen ook informatie krijgen over het hoe en wat op het telefoonnummer 47 58 40. Goed. Ja. Ja. Nou, bedankt voor die aanvulling. We kijken natuurlijk ook uit naar de eindresultaten van deze training. Wij bedanken u voor uw komst in Mantingtaki en zeggen dank tot de volgende keer. Bedankt. Dank u wel. Beste kijkers en luisteraars, en dat was het dan ook geweest voor deze editie van Mantingtaki op woensdag 8 november 2017. Wij danken u voor uw aandacht en zeggen tot morgen.